Allemaal welkom bij de 70mm screening van Oppenheimer. Graag jullie applaus voor Hoyte van Hoytema. Als wij zo'n film beginnen, er is gewoon ontzettend veel waar we het al over hebben gehad. Christopher Nolan, het moment dat hij zeg maar naar buiten komt met zo'n script, heeft hij toch eigenlijk alle problemen in zijn hoofd al een beetje opgelost. Ga ik meestal naar zijn huis toe. Daar heeft hij dan een kamertje met een heel erg comfortabele bank. Want het duurt altijd een goede 6 uur voor mij om door het script heen te worstelen. Die film die zit in Chris's hoofd en die zit op een gegeven moment na een korte reis zit die in mijn hoofd. En dan, ja, dan kunnen we aan het werk. Het werk met een IMAX-camera, dat is een beetje zoals dat je op reis gaat met een Formule 1-auto. Het heeft gewoon een bepaalde energie en service heeft dat nodig. En een soort affectie en een soort liefde ook. En daardoor kun je hier genieten van de volste resolutie dat de film heeft.